in de bijbelschoolplek een beetje omgaan met water, het thema water en water. Wij denken dat door deze opdracht dat deze omgeving hier dat de scholieren zoveel passie en energie meegeven dat ze op een goede manier het waterprobleem die we hebben gekeken naar dat het natuur gaat te zwemmen. Bij de school is dat het zomaar niet zoals kinderen goed kan trekken. We hebben nog een idee over als er een zo'n idee is, dan kan je dus op de vier afsluiten. En we hebben een systeem in de dijk bedacht waardoor je water goed kan opvangen. We hebben al een paar ideeën, zoals het water op te vangen in de weg. Zodat als er een water valt, vangen we het op. En dat kunnen we dan weer ergens naartoe brengen, zodat het gefilterd kan worden. En we hebben het idee om water op te vangen op een dak. En daar gelijk via het huis door te kunnen filteren. En dat weer te hergebruiken voor de wc of als water om het was. We zijn in een animatie een first case scenario aan het maken. En we willen in de maquette, willen we de ideeën, ja, aan. Thank you.